Het winnen van zaad is het begin van het productieproces van onze jonge planten uit zaad. Voordat een plant zaad geeft, hebben we natuurlijk het verhaal van de bloemetjes en de bijtjes nodig. Zaad wordt gewonnen van planten die speciaal voor dit doel zijn geselecteerd. Florensis werkt met eigen geproduceerd zaad en met zaad geleverd door andere veredelaars. Na binnenkomst van het zaad worden de aangeleverde zaden geregistreerd en gewogen. Het zaad is nog vuil en moet ontdaan worden van restmateriaal. Een deel van dit schoningsproces is handmatig en een deel gebeurt met machines. Er zijn verschillende soorten machines. Welke gebruikt wordt, hangt af van de vorm en de grootte van het zaad. Het geschone zaad wordt opgeslagen in een geconditioneerd magazijn. Voor iedere plantproductieorder wordt de gewenste hoeveelheid zaad afgewogen of geteld. Gezondheid en kiemkracht van de zaden testen we in ons kiemlaboratorium. Dit gebeurt onder geconditioneerde omstandigheden die vergelijkbaar zijn met de omstandigheden in het productieproces. In de nucleus stokafdeling wordt bronmateriaal van eigen genetica in stand gehouden en vermeerderd. Dit dient als uitgangsmateriaal voor onze moerplanten op de locaties in Europa en Afrika. Moerplanten vormen de basis voor onze stekproductie en zijn daarom van groot belang. De stek verkregen van deze moerplanten wordt gelabeld als elite. Deze elite stekken worden met veel zorg gecontroleerd en verzend klaargemaakt voor hun reis naar een van onze productielocaties. Daar kweken we de stekken op tot moerplanten en vormen ze de basis voor onze stekproductie. Op onze locaties in Kenia, Ethiopië en Portugal vindt het grootste gedeelte van de onbewortelde stekkenproductie plaats. Net als in Nederland wordt hier gekweekt onder de meest optimale omstandigheden. Continu vindt hier ook kwaliteitscontrole plaats binnen het proces. Alle stekken worden na het oogsten binnen 30 minuten versneld teruggekoeld via een speciale techniek en zo snel mogelijk verzend klaargemaakt. Bij Florensis is het een komen en gaan van trays. In de Vusthal worden de retourtrays afkomstig van klanten uit Europa gesorteerd op traytype door middel van scanning. Na het sorteren gaan de trays in de zogenoemde vuile trays voorraad. In de wasstraat worden alle trays bij een temperatuur van 65 graden gereinigd. Na het wassen worden de trays weer in de productie gebruikt of naar de opslag gebracht. De gehele registratie van alle trays vindt plaats in het Florensis emballagesysteem. Op jaarbasis worden ruim 2,5 miljoen trays gesorteerd. Het zaaien van zaad is een grotendeels geautomatiseerd proces. Omdat niet ieder zaadje hetzelfde is, wordt er gewerkt met verschillende type zaadmachines. Iedere tray krijgt bij het inzaaien een unieke barcode, waardoor ze gedurende het hele proces te traceren zijn. De gezaaide trays worden direct gescand, ingezield en onder de optimale kiemtemperatuur in een van de cellen geplaatst. Volgens het stappenplan in het productieproces worden de ingezaaide trays na een bepaalde tijd uitgezet in de kassen. Het gereed maken van trays voor het steksteken is een geheel ander proces. Hiervoor worden de schone trays machinaal met een speciaal grondmengsel afgevuld. Dit geeft een optimale grondplug voor het steken en bewortelen van stekken. Bij binnenkomst in Nederland worden de stekken gekeurd door onze kwaliteitscontroleur. Alleen stekken die voldoen aan de gestelde eisen worden verwerkt. Op de stekafdeling werken in de piekperiodes meer dan 250 medewerkers. Een tafelhoofd haalt stekken op bij het afhaalpunt, verdeelt de stekken over de medewerkers en geeft instructies. Voor een optimale beworteling worden alle stekken binnen 48 uur na ontvangst verwerkt. Alle gestoken trays worden gescand en gecontroleerd. Naast handmatig steksteken wordt een deel van ons assortiment gestoken door robots met artificial intelligence. De zelflerende software zorgt continu voor een efficiënter steksteekproces, een hogere kwaliteit en betere uniformiteit. Nadat de stekken gestoken zijn, komen ze terecht in een afdeling met hoge luchtvochtigheid en temperatuur voor een optimaal bewortelingsproces. Het bewortelingsproces varieert van 6 tot 21 dagen. Florensis beschikt over bassins voor regenwateropvang en een ultramoderne computergestuurde voedingsinstallatie. Hiermee kunnen wij elke gewenste voeding aan de planten meegeven. Al het water dat we gebruiken wordt ontsmet door zand en UV-filters. Planten die niet goed zijn beworteld
of zaden die niet zijn gekiemd worden ingeboet. Dit gebeurt voor stekproducten handmatig en voor producten uit zaad voor het grootste gedeelte machinaal. Bij machinaal inboeten worden alle planten door een camera gecontroleerd en beoordeeld. Afgekeurde planten worden uitgeblazen en nieuwe planten teruggezet. Het toppen van planten tijdens het productieproces wordt grotendeels machinaal gedaan en waar nodig handmatig. Florensis levert jaarlijks ruim 2,5 miljoen trays aan haar klanten. De afdeling distributie zorgt ervoor dat de verkooporders met planten gepikt worden in de kwekerij en in de afleverhal op klantniveau worden klaargezet. Iedere tray is voorzien van een barcode. De afleveringsinstallatie heeft een capaciteit van circa 4000 trays per uur. In het seizoen wordt 24/7 gewerkt. Op piekdagen worden maar liefst 40.000 trays per dag verzend klaargemaakt. Deze scanpoort dient als laatste check om te controleren of de juiste trays op de juiste karren staan. De afdeling transport zorgt ervoor dat de afspraken met de transporteurs over laadtijdstippen bij distributie bekend zijn. Hierdoor kunnen de trays zo laat mogelijk uit de kas gehaald worden en hebben we korte doorlooptijden. De combinatie van een enorm breed productenpakket, de productieketen in eigen beheer, de distributiekracht en een betrokken team zorgen ervoor dat Florensis zich onderscheidt in de markt. Florensis. If you want to grow, let's do it together.